De moeder van Jaap Nijstad, Kitty de Wijze, ontmoet in kamp Westerbork tekenaar Leo Kok. De twee worden verliefd en trouwen. In het kamp maakt Leo honderden tekeningen. Tekeningen die door een marechaussee het kamp worden uitgesmokkeld op het moment dat Leo Kok in 1944 op transport wordt gezet. Ik denk dat die tekeningen vooral de menselijke schaal in kaart hebben gebracht. Anders zit je altijd met getallen. Zoveel mensen zijn door de poorten van Westerbork gegaan en zoveel mensen zijn afgevoerd en niet teruggekomen. En dan verval je gauw in kale statistieken. Een deel van de collectie is te vinden in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Nog steeds worden ze aangeboden. En soms laten ze details zien die altijd onbekend zijn geweest. Bijvoorbeeld hier deze tekening, dan zie je dus de kleur van overals. Die waren ons niet bekend. Dus je ziet nu ineens aan de hand van een tekening van dit is de kleur van overal die de vliegende kolonne droeg. Er zijn in totaal nu, ik denk 180, 190 tekeningen teruggevonden. Waarvan een groot gedeelte in de collectie van mijn moeder die in bruikleen is in het Joods Historisch Museum. En een groot gedeelte zit in herinneringscentrum Kamp Westerbork. En een aantal zitten in Israël. En nog steeds een aantal tekeningen in particuliere collecties. Leo Kok komt uiteindelijk om in Mauthausen. Zijn vrouw Kitty overleeft de oorlog en hertrouwt. Maar steeds blijft Leo Kok aanwezig in haar leven en dat van zoon Jaap Nijstad. Foto's op de kast en aan de muur tekeningen. Van het verhaal is een documentaire gemaakt die op 5 mei wordt uitgezonden bij Omroep Max. Kamp Westerbork gebruikt regelmatig tekeningen in tentoonstellingen, maar er moet nog meer zijn. We weten aan de hand van interviews die we in het verleden hebben gedaan dat her en der over de wereld nog verschillende tekeningen zouden moeten zijn. En je ziet, dit waren tekeningen die tot nu toe niet bekend waren. Die zijn de afgelopen half jaar binnengekomen. Dus wie weet wat er nog ergens op een zolderkamer of in een kast of wat dan ook verborgen is.